Sai van Wermerskerke, vandaag een contract ondertekend bij NEC. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je kwam deze week op proef en toen is het allemaal heel snel gegaan, denk ik. Ja, na 2 keer training. Dan tekende contract. Ja, dat is best snel, ik denk, ja. Jij was meteen overtuigd. Wat heb je hier gezien? Ja, ik hoorde echt veel over NEC van Mees en Navarone. Want hij speelt ook Cambuur. Dus, ja. So, ja, ik weet echt een goede club. En ik ben echt blij. Ik kan spelen hier. So. Jij hebt Mees Hoedemakers meteen een appje gestuurd toen je contact legde met NEC. Ja, hij was maandagavond, ik denk. Ik kom morgen en hij zegt, wat? Wat bedoel jij? Maar dan, hij was ook blij, so, dat was goed. Heel mooi. Hier bij NEC lopen ook Koki Ogawa en Kodai Sano rond. Dat zijn jouw landgenoten. Ja, precies. Ja. Ik denk bijna nooit dat like, Japan speelde voor NEC. En dit jaar betekenen totaal 3 Japaners hier. So, dat is een beetje, vinden, how can I say, gek. Ja, maar dat is ook leuk ook. Ja, precies, want jij spreekt Nederlands en jij spreekt Japans, toch? Ja, precies, ja. Dus jij hebt deze week al kunnen vertalen voor Kodai en Koki? Ja, is nodig, maar ja, ze zijn bezig met de Engels lessen. So, hoop ik niet zoveel. Maar is nodig, ja, tuurlijk. Ja, precies. Je bent een tijdje clubloos geweest. Hoe was de afgelopen periode voor jou? Ja, tuurlijk, dat was eerste keer voor mij. Dit lang zonder club. Maar ja, eerste 2 maanden zoiets was moeilijk. Maar nadat alleen maar focus op mijzelf. Elke dag training en vragen amateurclub voor meetraining ook. Zo, alleen maar probeer te vast fit blijven. Dus je bent nu fit. Veel fans vragen zich af, kan jij zondag spelen? Ja, ik ben fit. Ja. Laatste week ook, ik heb gespeeld 90 minuten in Duitsland. Zo, ja, fit genoeg, ik denk. Okay. Heel mooi. Je hebt al een best wel groot verleden in Nederland. Je hebt gespeeld voor Cambuur, PEC Zwolle, FC Dordrecht. Meer dan 200 wedstrijden. Ben je blij dan ook dat je in de Nederlandse competitie kan blijven spelen? Ja, tuurlijk. Dat is, ja, Nederland is mijn land ook. So, en een goede competitie ook. So, ja, ik vind het echt leuk. Je bent hier ook al een paar keer geweest in de Goffert natuurlijk. In een ander shirt dan. Wat is je indruk van dit stadion? Ja, echt goed stadion. Alles dicht. En heel goed supporters ook. En laatste wedstrijd, ik speel niet, ik denk, laatste jaar. Maar ik vind het echt een leuke club en stadion. Ja, dus jij verwacht eigenlijk wel een heel mooi jaar hier in de Goffert komend seizoen? Ja. Ja.